Dames en heren, van harte welkom in deze mooie Katharijnenkerk in Breda. Ik weet zeker dat u vanavond niet alleen zult genieten van prachtige zang en muziek, maar ook van de prachtige ambiance waarin deze uitvoering van het Landstedelijk Mannenkoor plaatsvindt. Het is mij een grote eer om u toe te kunnen spreken. Aan het begin van het bevrijdingsconcert 2015 en aan de vooravond van het bevrijdingsfestival dat de komende dagen op grote schaal op een grootse wijze in Breda wordt georganiseerd.
stond hier net met dat olifantje, olifantje Joep. Er zijn er eigenlijk twee. Nou, twee knuffels voor de prijs van één. En die grote, die blijft hier, nou die blijft niet hier staan, die is even niet te koop. Maar deze wel. Dus als u denkt van, nou ik heb nog kleinkinderen, kleine kleinkinderen of kleine achterkleinkinderen, dat kan natuurlijk ook. Of je wil hem gewoon zelf. Nou, zo dadelijk als u naar de uitgang gaat, er zijn er genoeg. 10 euro. Nou, en wat steun je ermee? Nou, dat enige goede doel, want er zijn kinderen die een soort kanker krijgen wat maar moeilijk te genezen is. Maar er zijn onderzoekers enorm bezig om toch medicijnen te ontwikkelen, zodat ze die neuroblastoom de wereld uit krijgen. Nou, dat moet gesteund worden, want dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus draag deze stichting een warm hart toe, ook al heb ik misschien een klein beetje koud gekregen vandaag. Maar met zo'n knuffel krijg je het vanzelf wel. Ja, dank u wel.